goede vent zijn we? Straat Noordwelle. Stra. Stra rijden, ja. De stra. Stra. Hoe spreek je het uit? Stra. Oké, okay, dus geen twijfel over mogelijk, hè? Nee, toch? Nee, gewoon stra. Hoe zeg je het? Stra Noordwelle. Stra of stra? Stra. Niet dat ik weet hoe je het uit moet spreken, maar we zijn bij de Stro van Noordwelle. Een eeuwenoude traditie waarbij paarden hun voeten gaan wassen. Zo lekker in het zoute zeewater. Maar waar dat nou goed voor is en of het leuk is, dat ga ik vandaag uitzoeken. Wat is de Stro? Wie kan me dat nou het beste uitleggen? Er kwamen de paarden van stal en er werden de paarden geesten uit de benen gewassen. En daarna was ook een rondritje en een kroegje hier, een kroegje daar. Ze gaan de voeten wassen in de zee, denk ik. En weet je ook waarom? Nee, dat weet ik niet. Stro hier betekent eigenlijk strandrijder. Het ontstond in de Germaanse tijd toen de dagen langer werden, als een soort voorfeest voor de lente. Jonge boeren en knechten op schouwen reden met hun paard in zee om de voeten te wassen na een winterstop. Het idee erachter is dat Belgische paarden met veel haar op de benen zo hun benen en hoeven ontsmetten. Mensen met witte broeken voorbij komen, met jasjes en dergelijke. Waarom is dat? De traditie is witte broek, eigenlijk witte klompen, witte broek, zwart jasje en een bolhoedje. Wat van vroeger, van oudsher, is gewoon de knechten hingen de paarden versieren. Die mochten zich meenemen van de oude baas, van de baas zelf. En 's maandags, de eerste dag van het werkweek, mochten ze de knechten de paarden meenemen. En traditiekleding gingen de paarden de voeten wassen. En nog steeds, maar in de wintermaanden staan die Belgische trekpaarden steeds stil. En in het voorjaar heeft hij met karretjes rijden en onder de man rijden. En dan gaat toch de voeten wassen. Die traditie blijft er wel in, maar dan op een andere manier. Ja, leuk. Heel leuk. Volgend jaar mee het strand op? Ja, liever wel. Oh, dankjewel. Leuk is om dan ook als burgemeester iets te mogen uitreiken aan hen ter versnapering, zoals dat netjes heet. En dat is toch wel een traditie, maar blijkbaar ook voor u, want u doet het ieder jaar. Waarom vindt u dat belangrijk? Nou, ik vind de straal heel erg belangrijk. Op de kop van straal begint de renesse en al die 6 dagen dat hier plaatsvindt is een geweldige happening. Er is veel enthousiasme bij de ruiters, maar ook veel enthousiasme bij de bevolking. En het is immaterieel erfgoed en daar moeten we heel trots op zijn. Hoe komt u erop om te gaan kijken? Nou, we zijn met de familie een weekendje hier. Dus vandaar dat we dachten van wat kunnen we voor leuks doen. En dit is natuurlijk echt Zeeuws. En wat hebben jullie nou precies met paarden? Ja, hobby. Ja, het is toch ook fantastisch om te zien? Ik bedoel... Ja, ik heb er 2 zelf. En ja, je bent ermee opgegroeid. Mijn vader die heeft altijd gewerkt met paarden. Die had er 4 voor de ploeg staan. Ja, en dat blijft kriebelen. Met de stroor hier doen we dan hier ook. We doen ook 6-7 keer per jaar een buitenwedstrijd. Met de paarden 2-daagse wedstrijden. We doen nog 4 of 5 binnenwedstrijden. We zijn altijd met die paarden op wedstrijd. En die liefde voor paarden, waar komt het nou vandaan? Ja, dat zit erin. Dat zit er gewoon in, dat heb je of je hebt het niet. Ze willen dat ik op een paard ga. Moet ik het doen? 1, 2, ja, daar gaan ze. Beentje eroverheen, ik zie. Oh. Ik heb ook meegedaan. Ja. Dat u de moeite nam om de zaterdagmiddag vrij te maken om naar ons toe te komen. Wij willen u een attentie geven. Ook 20 jaar. Geniet hiervan. Ik ben van het poepteam. Oh,
Je moet alles weer opruimen. Wij mogen alles opruimen, ja klopt. Je hoort er ook bij. Ik heb 3 dochters, Mirella. En de jongste is Rosanne, die rijdt mee. En Emily zit in de straalcommissie. Ik ben ermee opgegroeid, ik weet niet beter. Ja. Geef jij het dan ook weer over naar de volgende generatie straks? Nou, wie weet. Ja, ik ga er wel mee door. Ik vind het wel echt leuk om de traditie voor te zetten. En daarom ook altijd fanatiek met versieren. En echt wel helemaal in vol ornaat te gaan. Ja. Ik ben door Mirella aangestoken om, om ook mee te doen met de straal en paardrijles te gaan. En dan pas kon je meedoen met de straal. Dus. Emily, nou is iedereen van jouw familie gek van paarden en jij niet? Nee, dat klopt. Ja, ik ben er eigenlijk een beetje bang van. Ja, gewoon al vanaf jongs af aan. En ik heb het wel eens geprobeerd hoor, om de straal te rijden en om te oefenen. Maar het is niet echt mijn ding. Hij ging alleen maar achteruit en ging niet meer vooruit. Bij ons thuis is dat al met de paplepel ingegoten. Mijn vader rijdt al sinds ik mijn eigen kan heugen, rijdt mijn vader mee samen met mijn zus. En dat is gewoon gezelligheid, de harmonie met elkaar. En we doen het met elkaar, voor elkaar. En dat is wel, dat is echt wel heel mooi. Ja, kijk hier. Ah!